Hey vissen, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand februari. Voor de nieuwen die zijn bijgekomen, welkom, welkom. Ik ben super blij. Zoals jullie weten ga ik geen vraag stellen. Ga ik gewoon kijken wat dat erin ligt en wat er mag uitkomen. We gaan eerst beginnen met de paranormale kracht van de tarot. En dan gaan we er dieper op ingaan met de tarotkaarten. Dus we gaan even kijken voor het collectief, voor de vissen. Eens zien wat er mag uitkomen voor de vissen. Zullen we voor deze twee gaan? Onderaan op het dek. Wijsheid. Dat is voor mij de kaart van... Hoe moet ik dat nu uitleggen? Als je vertrouwen hebt in het universum, of vertrouwen hebt in jezelf, creëert je heel veel wijsheid. Want je vertrouwt op jezelf. Want ik zie, met de twee kaarten die er zijn uitgevallen, heb ik de kaart van hoop en heb ik de kaart van strategie van vertraging. Dus dit is uw eigen kaart. Dit is voor mij in de tarot de hanging man. Dus ik heb wel het gevoel dat er heel veel hoop is. Er is wijsheid, maar er is een vertraging. Dus je kunt het gevoel hebben van niet vooruit te geraken, stagnatie. Maar dit kan ook zijn omdat er een pauze is. Er wordt gevraagd om spiritueel wakker te worden, om die wijsheid in jezelf te ontvangen. Bewust van te worden, zodat je alles vanuit een ander perspectief zou kunnen gaan bekijken. Vandaar die vertraging, die pauze en alles te gaan bekijken op een andere manier. Want er is hoop. De kaart van nummer 17, als je dat optelt, is dat 8. En 8 is iets dat is het lemniscaat, als ik het goed zeg. En dat is iets dat altijd maar blijft komen. Zowel vriendschappen, liefdes, geld, geluk, overvloed. Dus ik heb wel het gevoel, eens die stagnatie is gepasseerd, eens je die spirituele ontwikkeling hebt ervaren, ga je die wijsheid hebben en is die hoop daar ook. Er wordt ook gevraagd om je hoop niet op te geven. Blijf hopen, want hoop doet leven. Maar we gaan een keer dieper op ingaan en de tarot kijken. Oh, maar jongens toch, Mercurius retrograde. Ik merk het heel duidelijk. Ik kan heel moeilijk communiceren. Voor sommigen die het niet weten, sinds begin januari is Mercurius retrograde. En Mercurius is de planeet van communiceren, handelen en denken. Dus dat komt ook dat er miscommunicatie gebeurt tussen mensen die tegen elkaar babbelen. Of gewoon met jezelf. Dus ik merk hier wel de energie en de invloed ervan dat ik niet meer kan communiceren. Dus mijn excuses daarvoor. Maar we gaan even kijken in de tarot. Wat er nog meer mag uitkomen. Voor het collectief de visjes. Nog een keer. Voor de vissen. Wauw, heel veel healing, heel veel verwerking.
maar blijf die hoop vasthouden. Het kan natuurlijk zijn, doordat er hier heel veel healing ligt, dat je daardoor het gevoel hebt van niet vooruit te geraken. Maar deze healing komt niet voor niets. Eens die healing is gepasseerd, komt die wijsheid. Want onderaan op het dek hebben we de 10 van pentakels. Een vaste, lange, stabiele relatie of onverwachts geld die naar je toe komt, waar je zelf voor hebt gewerkt. Oké, we hebben hier de ster, waterman-energie, healing, hoop. Dit is de kaart van de healing, maar ook van de hoop. Je bevindt je op het juiste pad, je zit daar goed, maar er moet hier spiritueel wakker worden om alles vanuit een ander perspectief te gaan bekijken. Het kan zijn dat je hebt te maken met een waterman, hoeft niet, deze persoon kan dit in zijn of haar geboorte, astrologie hebben, maar hier is nog heel veel healing. Maar er is hoop. Want na een healing komt er altijd hoop. Wishing upon a star. Klinkt cliché, maar het is wel zo. Dit is de wensenkaart. Ik heb wel het gevoel, vissen, dat je bepaalde situaties van in het verleden nog niet hebt losgelaten. Het kan zijn dat er een derde partij is mee gemoeid. Dit is niet altijd een ander persoon. Dit kan ook een hobby zijn, een familielid, een vrienden. Kennis, ja, noem maar op wat het kan zijn, maar het verdriet, de teleurstellingen, wat je ook bent verloren, je bent daar nog niet over. Je bent dan nog aan het healen. Waterman-energie. Want met de 4 van zwaarden lig je werkelijk neer om over alles na te denken. Ik zie ook dat er totaal geen communicatie is. Je kan ook te maken hebben met een weegschaal. Hoeft natuurlijk niet, maar er wordt je gevraagd om alles op een rijtje te zetten. Om zelfliefde voor jezelf te hebben, om meer de natuur in te gaan, om meer naar jezelf te kijken. Wat maakt u gelukkig? Waar wilde jij naartoe? En zolang dat je dit voor jezelf niet hebt kunnen uitmaken, gaat die vertraging er blijven, gaat die stagnatie blijven. Dus met deze 2 healingkaarten wordt er echter gevraagd om echt naar jezelf te kijken. Dit kan voor sommigen onder jullie heel onbewust zijn, dat je het niet doorhebt. Maar die wijsheid, die zal er wel zijn. Na deze 2 kaarten van de healing. Het kan zijn dat sommigen onder jullie enorm gekwetst geweest zijn door een derde partij of niet door een derde partij. Gewoon het sprookje dat je in het verleden hebt gehad, dat is gepasseerd. En het kan zijn dat sommigen onder jullie dit nog niet kunnen loslaten. Dit kan natuurlijk een lange, vaste, stabiele relatie zijn geweest met heel veel mind games. Iemand die gewoon zot probeerde te maken. Iemand die ook heel competitief is. Die altijd vocht voor zijn, haar eigen goed. In zijn, haar eigen voordeel. En geen rekening houden met anderen. Maar uiteindelijk gaat er niemand niet winnen. De 5 van zwaarden, niemand wint. Hier is geen verliezer en hier is geen winnaar. Maar we gaan er een keer dieper op ingaan en kijken wat er nog meer mag uitkomen. Het kan zijn dat je ook te maken hebt met een kreeft of een schorpioen. Hoeft niet natuurlijk. Maar wel heel sterk. Waterman-energie. De ster. Dat is een duidelijke boodschap. 2 maal. Healing. Het kan ook zijn, vissen, dat jij een punt hebt gezet achter een of ander bepaalde situatie en dat deze persoon aan het healen is, een waterman bijvoorbeeld. Maar we gaan er een keer dieper op ingaan. Allee, we gaan een keer kijken wat er nog helemaal uitkomt. Oh, ze voelen er zo uit. Ja. Hier ligt er zoveel. Dit is echt wel een verwerkingproces. Dit kan bijna tot een burn-out, depressie leiden. Iemand
heeft een depressie. Ik ga dat niet snel zeggen, maar het is overduidelijk. Dit zijn twee kaarten, twee dezelfde kaarten. En iemand heeft een burn-out, een depressie. Lichaam is op, geest is op. Er wordt echt wel gevraagd om rust te pakken, om aan jezelf te denken. Ook al heb je het gevoel van back and forth te gaan en niet weten, want zou ik het doen, zou ik het niet doen, zou ik het doen. Bijvoorbeeld, zou ik rust pakken, zou ik niet rust pakken. Zou ik verder doen, zou ik niet verder doen. Ja. Luister naar je lichaam, want lichaam, geest is volledig op. Er wordt gevraagd om afstand te pakken, om alles op een rijtje te zetten, om te kijken wat dat u gelukkig maakt. Voor sommigen onder jullie die gewoon zijn van te mediteren, ja, blijf dit verder doen. Voor anderen, ga gaan wandelen, luister naar muziek, tekent, schildert, loop te zingen in je huis. Doe dingen die je graag doet, doe dingen dat je vibraties naar omhoog gaan, dat je in een positieve vibe terechtkomt. Want dit kan echt leiden tot een depressie en een burn-out, en of burn-out. Ik zie hier wel voor sommigen onder jullie een verzoening. Iemand vanuit het verleden wil terug een verzoening. Dit is niet voor iedereen. Maar deze verzoening kan eerst gebeuren vriendschappelijk. Gewoon samen iets gaan drinken, gezellig samen zijn. En van daaruit gaan we zien hoe het verder gaat verlopen. Het kan zijn dat deze persoon twijfelt. Zou ik mijn vis contact opnemen? Zou ik het doen, zou ik het niet doen? Oh, ik ga het toch niet doen. Ja, ik ga het misschien wel doen. Dus ik heb wel de indruk dat jullie elkaar wel spiegelen. En het kan een aardeteken zijn. Steenbok, vis, kreeft, schorpioen of weegschaal. Waterman, heel sterk. Maar we gaan even kijken wat de vijf van kelken te vertellen heeft. De vijf van kelken, want ik heb het gevoel dat er hier nog iets niet is losgelaten. Ik heb hier een gevoel van een gemis, een teleurstelling, triestig zijn. Door echter gevraagd om je om te draaien en te kijken. Kijk, ik ga het u gewoon tonen. Er liggen hier drie kelken op de grond. Dit is hetgeen wat je mist. Dit is hetgeen waar je verdrietig om bent. Wat dat je triestig maakt. Wat dat je teleurstellingen geeft. En je bent daar constant op gefocust. Ja, het is zo'n spiegelbeeld. Je bent daar constant op gefocust. Maar er wordt echter gevraagd om je om te draaien en naar deze twee kelken te kijken. Er zijn wel nog mooie dingen rondom u. Probeer het verleden los te laten en probeer te healen van wat er allemaal is gebeurd. Ik weet dat loslaten voor een waterteken heel moeilijk is. Door de emoties alleen al die jullie ervaren en voelen, is het moeilijk. Ik begrijp dat, maar er liggen hier twee kaarten om te healen. Probeer echt aan jezelf te denken. Zet jezelf op de eerste plaats. Wat staan er hier op de vijf van kelken? De vijf van kelken. Want ik heb het gevoel, zolang je niet begint met het verwerkingsproces, gaat er steeds het gevoel blijven voelen dat je niet vooruit komt, dat je stagnatie voelt. Dat je, ja, je raakt gewoon niet vooruit. Alles blijft rondom je stilstaan en iedereen rondom je gaat maar vooruit. Maar jij blijft gewoon stilstaan. Maar zolang dat jij niet hield, is het moeilijk om vooruit te geraken. We hebben hier de 10 van kelken, de judgment en de duivel. Schorpioen, steenbok, kreeft, schorpioen, vissen. Ik heb wel heel sterk het gevoel dat daar een bevrijding van komt. Dit gaat over een relatie van in het verleden waar je je supergoed hebt gevoeld. Je werd enorm gelukkig met die persoon. Die persoon maakte u enorm gelukkig.
Dat is huisje, tuintje, boompje, emotionele beschikbaarheid, dankbaarheid, happiness. Jullie waren heel erg gelukkig, maar door een derde partij is dit ten einde gekomen. Maar hier komt er een bevrijding. Er komt een bevrijding van een uitzichtloze situatie. Het gevoel hebben van, ga ik hier eigenlijk ooit wel over geraken? Tuurlijk, er komt een bevrijding. Er wordt hier een nieuw leven ingeblazen. Het kan zijn, sommigen onder jullie, dat je te maken hebt gehad met een steenbok. Hoeft natuurlijk niet, maar er is iets heel toxisch. Het kan zijn, vissen, dat jij met verslavingen zit of dat jij met verstrikte gedachten zit. Dat je patronen moet doorbreken of dat de persoon die heel toxisch is van in je verleden, dat daar een bevrijding in komt. Er is hoop. Er is echt wel hoop. En die wijsheid komt. Als je die healing hebt gedaan. Ik markeer hier een kaart precies. Heel raar. Ik begin hier al te spoken in mijn huis. Te lang hier toch een kaart. Ik zal ze per ongeluk weer in mijn dek gestoken hebben. Het zal wel voor iets nodig zijn dat het gebeurt. Het kan zijn voor sommigen onder jullie dat er in het verleden de relatie die je dacht, die heel positief en heel gelukkig was, dat het eigenlijk zo niet was. Dat deze persoon met verborgen kantjes zat. Toxisch gedrag, verslavingen en dat het is uitgekomen. En dat er zo de connectie tussen jullie, dat is gebroken. Maar probeer patronen te doorbreken. Probeer geen verstrikte gedachten te hebben. Probeer het echt allemaal los te laten en te healen. Zet nu uzelf op de eerste plaats. Ik weet het, ik val in herhaling, hè? Maar het is omdat ik voel dat het nodig is dat ik herhaal. We gaan even kijken naar de vier van zwaarden en ik zie dat er hier een kaart omgedraaid is. Ik weet niet wat dat is vandaag, maar ik heb gelijk het gevoel dat alles niet zo vlotjes verloopt. Dat was dus mijn kaart die ik per ongeluk in mijn dek terug had gestoken. Dus voor mij een duidelijke boodschap. Healing, healing, healing. Zet jezelf op de eerste plaats. Denk na. Doe wat voor u goed voelt. Ik heb het gevoel dat er is nog heel veel verdriet, heel veel hartzeer, heel veel gekwetst. En jullie moeten daar nog van healen. Ik heb echt het gevoel dat er hier bedrog is geweest. Dat er een ander, ik zal niet snel zeggen dat er een ander persoon tussen zat, maar ik heb nu wel een klein beetje het gevoel dat er wel een derde partij, een derde persoon ervoor tussen zat. Nu dat we daarnet de vijf van zwaarden hebben gezien, begin ik nu toch wel het gevoel te krijgen dat er hier toch wel een ander persoon tussen u en uw partner hebben gezeten. Dit kan natuurlijk... Nee, het gaat echt om de liefde. Nee, nu gaat het echt wel sterk om de liefde. Nog één kaartje, Spirit. Nog eentje voor de vier van zwaarden. Ik heb heel moeilijk om de kaarten onder controle te houden. Heel raar. Voor sommigen onder jullie was er hier een vaste, lange, stabiele relatie. We hebben deze kaart twee keer. De 10 van Pentakels. Het kan zijn dat sommigen onder jullie getrouwd waren. En dat er nu een scheiding plaatsvindt, dat je iemand hebt ingeschakeld om de scheiding te laten doorgaan. Dit is niet voor iedereen, want gerechtigheid komt binnen. Met de 4 van zwaarden heb ik de koning van kelken, de koningin van kelken en de chariot, de zegenwagen. Dit was een powerkoppel. Heel veel liefde. Jullie zaten op dezelfde golflengte. Jullie hadden dezelfde visie. Of het kan zijn voor anderen onder jullie, die nog aan het healen zijn van een andere relatie, ver in het verleden, ligt er hier iemand waar je een powerkoppel kunt mee vormen. En dit is iets wat heel snel kan komen. De touwtjes worden hier in eigen handen genomen. Er wordt hier vooruitgang geboekt. Je kan te maken hebben met een kreeft. Heel sterk
kreeft. Maar dan gaat er wel eerst moeten geheeld worden. Ik ga niet snel zeggen dat er iets moet, maar nu vind ik wel dat het moet. Een tarot kan heel confronterend zijn en tarot kan een eye-opener zijn, maar van zodra jullie of sommigen onder jullie hebben geheeld, kan deze powerkoppel binnenkomen die van heel veel succes gaat leiden. Heel veel succes. De zegenwagen is een succeskaart. Is een kaart die vooruitgang boekt. Die vooruitgang wilt. Die de touwtjes in eigen handen neemt. Die gewoonweg succes wilt. Maar probeer emotie, hart en verstand op één lijn te brengen. En maak geen overhaaste beslissingen. Denk goed na en voelt heel goed welke vooruitgang je wilt boeken. Want het ligt hier. Het ligt hier een powerkoppel. Schorpioen, kreeft of vissen. Heel sterk kreeft. Maar eerst healen. Ik heb het gevoel, doordat er nog niet genoeg is geheeld, dat daardoor die stagnatie er is. Maar er ligt hier echt wel hoop. En deze kaart hebben we 3 keer gezien. De kaart van de hoop. 4 keer. We gaan even kijken naar de uitkomst. Ik heb wel het gevoel, eens alles gaat geheeld worden, eens dat alles gaat verwerkt worden, dat jullie echt wel het gevoel gaan hebben van, damn, ik heb mijn wijsheid, ik ben wakker, ik heb mijn bewustzijn gecreëerd. Nu weet ik het, nu gaan ze het mij niet meer aandoen. Maar je bent wakker geworden, je hebt alles vanuit een ander perspectief gaan bekijken. Je bent spiritueel wakker geworden. Dit kan voor sommigen wel nog onbewust plaatsvinden. Het is een lange strijd, vissen, en ik zie dat je de shit achter u gaat laten. Jij gaat varen naar kalme waters. Want na de 4 van zwaarden komt de 6 van zwaarden. Healing. En alles achter u laten. Dit is groeien. Dit is hogerop geraken. Maar ik heb wel het gevoel dat er hier nog slapeloze nachten liggen. Zorgen. Piekeringen. Ga ik eigenlijk ooit wel in mijn kracht komen staan? Ga ik eigenlijk ooit mijn eigen vruchten kunnen plukken? Tuurlijk, want na een lange strijd komt er succes. Het kan zijn dat er iemand nieuw op je pad komt, een maagd. En dat deze persoon financieel onafhankelijk is. Dat deze persoon heel tevreden is met zichzelf. Iemand die de vruchten plukt van zijn eigen creatie. Deze persoon weet hoe je iets overwint. Maar heb jij het gevoel van, ik kan het precies niet, ik maak me daar zorgen over? Nee, wissen, want jij kunt ook je eigen creatie creëren. Jij kunt je eigen overvloed creëren. Kom gewoon uit die negatieve gedachten, want het is niet gegrond. Je kunt alles manifesteren wat je wilt. Want na een lange strijd komt er een overwinning. Voor sommigen onder jullie die in een huwelijk zitten en die bezig zijn aan het scheiden, na een lange strijd komt er een overwinning. Er komt gerechtigheid. Ik ga nu een kaartje trekken. Neem een vraag in gedachten. Hou dat vast. Ik moet eens een kaart pakken. Ja. Hou die vraag in gedachten. En hier komt uw antwoord. Oh,
rode vissen speelt. Oh, dat was snel. Wees assertief. Meer kan ik hier niet aan toevoegen. Jullie gaan het wel weten. Onderaan op het dek krijg meer informatie. Als jullie genoeg hebben geheeld, genoeg hebben verwerkt, kan die romance binnenkomen. En het is een ja. We gaan een keer kijken in de liefdesorakel, wat er daar mag uitkomen. Voor de visjes. Jullie zijn zo zacht, hè. En jullie zitten met iedereen in. Dat is zo typisch vissen. Jullie hebben zo empathie voor alles en iedereen. Probeer dat eens meer voor jezelf te hebben. En een keer niet voor een ander, maar voor jezelf. Probeer empathie te hebben voor jezelf. Zit niet in met alle anderen, maar zit eens in met jezelf. Dat is zo'n typische eigenschap van vissen. Een liefdeskaartje voor de vissen, spirit. Een liefdeskaartje voor de vissen. Voor het collectief. De visjes. Geef je relatie een kans. Werk aan je relatie. Voor sommigen onder jullie die natuurlijk hopen, ik wil dat mijn relatie of mijn huwelijk terug goed komt, werk hier dan aan. Voor anderen onder jullie die al aan het scheiden zijn of die al gescheiden zijn, bedoel een separation, niet meer samen zijn, weten van wij gaan ook niet meer samenkomen, waarvan er iemand nieuw op je pad komt. Liefde is een werkwoord. Aan liefde moet er altijd gewerkt worden. Zo. Ik hoop dat jullie wat rust in jullie hoofd hebben gekregen en dat er hier antwoorden liggen. Ik ben jullie super dankbaar. Ik ben eigenlijk echt wel zeer benieuwd hoe jullie dit hebben ervaren. Laat het mij zeker weten in de reacties. Ik lees alles, ik reageer ook terug, dus ik zou het wel fijn vinden mochten de visjes ook reageren. Ik heb het gevoel dat jullie een beetje terughoudend zijn. Dat is normaal, dat is ook typisch vissen. Dus ja, ik zou het wel fijn vinden mocht er iemand het gevoel hebben van ja, dit resoneert hier met mij, want dit geeft mij ook een boost om verder te doen. Ik heb eigenlijk ook nog goed nieuws. Ik ga een bonus reading doen voor alle singles. En ik denk de eerste week van februari ermee te starten. En ik hoop, maar ik denk wel toch zeker voor Valentijn, ga ik dus de bonus readingen uploaden. En dit is speciaal voor de singles, speciaal voor Valentijn. Voor mensen die op Valentijn single zijn, is dit mijn cadeautje voor jullie. Dus hou het in de gaten. Je kan altijd abonneren en dan kunt het zien. Ik denk binnen een goede week en half zal het wel online komen. Dus ik dank jullie hartelijk en ik zie jullie de volgende keer. Bye bye!